En een goede avond. Welkom bij onze eerste uitzending van Schoon Schijnsel in 2008. En nog de beste wensen thuis allemaal. Hè. Ik sta hier niet voor niks. Het Schoonste Plekje, een nieuw initiatief in ons buitengebied. En ik ga vandaag twee dingen doen. Dan snijdt het mes mee aan twee kanten. Ik ga het nieuwe ommetje Venneshoek lopen. En ik breng meteen een bezoek hier aan de Langstraat bij de familie van de Spank. Want ik heb op hun site gezien, www.hetschoonsteplekje.nl, dat ze een ezelstal hebben. En wel even versteld, daar kan ik me even nog geen beeld van maken. Je bent denk ik de man des huizes. Ah ja, van de Spank. Anton Hellings. Hi. En de vrouw Hi. Natuurlijk de vrouw. Ook. Hi. Monique van de Spank. Anton. En onze grote vriend. Hoe heet jij? Arne. Arne. Ik ben Anton. En dan hebben we hier nog meer grote vrienden. Jij bent? Toby. En? Menno. En Menno. Kijk eens aan. Drie mannen die meehelpen ja. Met de ezels. De grote knechten. Ja. En ik zie het Schoonste Plekje hier, een bodywarmer. Klopt. En dit is een nieuw initiatief eigenlijk van een bedrijfje hier aan de Langstraat. Ja, wij zijn hier sinds 2 jaar eigenlijk bezig om iets op te zetten met ezels. Dus we verhuren ezels voor wandelingen en voor familiedagen, kinderfeestjes, noem het maar op. Ja. Hier, en je bent eigenlijk hier geboren en getogen? Ja, ik ben hier opgegroeid en... wel tussenin nog even in Wijbels gewoond. Ja. En nou, sinds 2 jaar hebben we mijn ouderlijk huis gekocht. Ja. En willen we hier inderdaad iets opzetten. Dus dat Schoonste Plekje, daar zit jou ook in het hart. Ja. De stuk hier vlakbij, de Gilders. Ja. Dat is ook jouw gebiedje. Daar hebben wij altijd al gespeeld toen we klein waren. Ja. En daar komen we nou nog regelmatig in. Met de jongens weer, met de ezels. En, wij zullen het al heel snel inzenden, denk ik, over hoe mooi het hier is. Absoluut. Maar waar zo'n ezel nou voor een rol in kan spelen, daar moet ik me eigenlijk nog iets voorstellen van hoe gaat dat dan met zo'n ezel? Nou ja, mensen die komen hier en wij leggen dan een beetje uit wat een ezel doet en dat toch wel wat anders is wanneer ik met een paard op pad ga. Ja. Een ezel die gaat wat rustiger, dus je krijgt ook meer tijd om van de omgeving te genieten. Ja. En goed, we doen er een pakzadeltje op of een zadeltje voor kindjes. Ja. En je kunt er tassen op, picknickmandjes, je kunt er van alles meenemen. Ja. Dat draagt een ezel. Ik en dan gaat het op pad. Ook een prachtig rijzadel. Ja, zo werkt het dan. En Arne die zit er heel mooi bovenop. Ja. Ja. Prachtig. Hey, en zou ik dan eens een keer kunnen uittesten hoe dat werkt? Ja, je kunt Sientje meenemen vandaag. Ja? Zullen we wel gaan met Top? Dat gaat wel. Ja? Dat denk ik wel. Sientje die is wat dat betreft zo handig, die kan... We nemen even de proef op de som of onze Top wel met Sientje er één deur kan. Even voorstellen. Top, kom eens hier. Dit is Sientje, kijk eens hier. Dat is Sientje. Sientje, deze is Top. Ja? Sientje maakt zijn haar niet zo druk, maar Top des te meer. Dan heb ik dus mijn tas. Ja. En, dan zullen we onze haar eens afhalen. Oh, ga dan zo. Of wil je meedelen daar? Hij wil eigenlijk mee. Dus dan hangt hij hier zo overheen. Juist. Zo. Dat is mijn tas. Pas precies. Oké. Okay. Nou, dan weet ik eigenlijk al zat. Jullie hebben trouwens ook plannen om hier een minicamping aan te beginnen. We beginnen hier een minicamping met 20 plekken. Ja. Vanaf dit voorjaar dus open. Ja. En we zijn nog bezig met bouwen van douches en toiletten. Daar is ruim op tijd klaar. Ja. Oké, okay, dus als thuis de grond te heet wordt onder mijn voeten, dan kan ik vanaf april hier terecht. Dan kunnen we vanaf 1 april... Dan kan ik mijn tentje hier opzetten. Kunnen hier opzetten. Ah. Okay. Ja, dan zit ik kort bij hier bij het Schoonste Plekje, maar ook bij de rest van de Schoonste Plekje. Hey, dan neem ik Sintje mee. Goed. En dan zie ik wel dat ik tegen de griepelgrauw voor een donkere ben ik thuis. Dat doe maar. Ja? Hartstikke goed. Dat doe plezier. Goed zo. En je best, hè? Jo, houdoe. Sien, we gaan. Kom. Hey, doe het. Niet. Jawel. Ja. Thank you.
perceel van de familie van de Spank ligt mooi tegen het Duits lijntje aan. Hè. Dus ze hebben hier een prachtige amfibiepoel. Dat mooi een dubbel functie heeft voor dadelijk de toeristen van de minicamping. En een mooie ecologische functie tegen het Duits lijntje. Dat is goed. Het is wel een heel ander tempo lopen als je normaal gewend bent hè, met zo'n ezeltje. Maar ja, het landschap dat impregneert u dan ook beter. Hè. Zoals hier bijvoorbeeld bij ons hek. En deze hekken die zijn er ook nog een pas geleden gezet. Van een slagboom van Robinia hout. Ik denk dat we er dadelijk op de Reuze Hei er nog wel in en tegen zullen komen. Robinia is gewoon een Europese hardhoutsoort, oorspronkelijk uit Hongarije. Dus eigenlijk kunnen ze zeggen dat het een exoot is, maar het is wel onbehandeld hout en het gaat wel 30, 40 jaar mee. Zo is het misschien. Ja, het heeft gelijk. Je zult er geen eind mee hebben? Nee, tuurlijk niet. Kom. De Vennershoek dus. We hebben nou het ommetje Vennershoek op de rol, maar achter men, het bordje, doen nog heel veel mensen op het verkeerde spoor zetten. Er zijn veel bewoners zelf van de Vennershoek die zeggen van wij wonen op de Venushoek. Maar ja, jammer, het is dus gewoon Vennershoek, want het is niet afgeleid van onze godin Venus. Nee, de naam komt gewoon uit 1300, 600, 700 jaar geleden. Toen het Vennershoekje een leengoed was, een leengoed is een landgoed waar geleend werd door een leenheer. En in de middeleeuwse leenstelsel was dat maar heel gebruikelijk. En dat leengoed lag aan een ven, dus leengoed ten venne. Dat is Vennershoekje. Vandaar dus eigenlijk een verstander ben dat er een spellingscontrole opgezet wordt op Vennershoek met twee N'en. Van de Schotse Hoef. Schotse Hoef is afgeleid van de Schoot. En de Schoot is weer een naam voor een omheind stuk land met houtsingels, waar gewoon vee op stond. En achter men kunnen nog mooi de oude perceelsgrenzen zien van die Schotse Hoef. En ik heb een kaart bij Sintje in de tas zitten. En we kunnen mooi zien dat die Schotse Hoef eigenlijk nog niet zo heel veel veranderd is. Deze kaart is van 1832, een beetje opgepimpt, maar je kunt nog de oude versnippering van het landschap hier helemaal zien. En als je nou achter men de grenzen bekijkt, dan zie je achter het Vennershoek gelopen, het Pleinbos met de Sint-Servatiuskerk. En dan zie je dus ongeveer hoe groot de oppervlakte er was, waar vroeger een omheind stuk landbouwgrond was. De boerderijen lagen er dus in een cirkelvorm omheen. En op de wegen stonden houtsingels, nou de populieren en wat willige bossen. Hier en daar wat berken, wat oude eiken. En die vormden dus de Schotse Hoef. En krek tussen de beemdeur kunnen de Sint-Servatiuskerk zien. Wel schoon dat zo'n geriefhoutbusje hier op die tip dat die bewaard is gebleven. Hè. Vanuit de middeleeuwen echt een geriefhout voor het gerief, voor het gemak. De boeren die kapten hier de elzen, gebruikten die als hopstaak of een weerstelen van te maken. En die elzen worden zo steeds meer een knotels. Dat kun je hier heel mooi zien langs deze slotkant. Dan moeten wij dus hier volgens de bordjes linksaf.
tempo ons Skonskernel ervaart, ja, dan moeten we toch wel heel bevangen worden door het landschap. Hè. Kom maar zien. Ik heb het allemaal goed met. De regen van de laatste tijd is de sporen in de Royshaai ook aangeloten. Ja, dat lukt dus niet. Kom maar zien. Ik snap het. Zelfs een ezel is het nukken. Kom maar. Snap. Zo. Zo. Even pauze. Het zou wel handig als iemand spullen draagt. Maar we staan hier eigenlijk voor zo'nzelfde robinia die we net zagen in de verre van de slagbomen. Je kunt hem altijd herkennen aan zijn hele rauwe schors, aan zijn krokodilpanzer en aan zijn dorres van de jonge opslag. Maar deze jukkels hier, die worden nog eens twee keer zo groot als ze de kans krijgen. En samen met die bontjes, herkenbare bontjes, even kijken dat ik die hier snel gevonden kan krijgen. Deze bontjes die zijn ook heel herkenbaar voor de Robinia pseudo-acacia. Blijven ze even staan zien. De zaadjes die hierin zitten, die zorgen voor een hoop opslag rondom de moederboom. En deze weske, dat weet ik nog wel, in de tijd van Ben Peters noemde hij deze het orchispad, omdat het vol met orchideeën stond, maar ook vol met deze robinia's. En Robinia pseudo-acacia, de volledige naam, die zijn dus verantwoordelijk voor het gebruik van het hout, wat wij nou als Europees hardhout gebruiken voor onze slagboom en hekwerken en zo. En zullen we zien ook iets drinken willen trouwens. Zo. Nou, nee, is niet zo dorstig, hè? Nee. Hij houdt meer van riet en gras. Nou. Trouwens, een heel mooi pakzadeltje heet die, vind je? Mooi van grenenhout gemaakt. Mooi leren riemke. Mooi dekje dat je het niet koud krijgt. Paraplu erbij. Alles bij de hand. Dus als je de volgende keer met de hele familie op stap gaat, dan kun je alles voor ze dragen. Mooi bisje, hè? Kom, daar gaat hij weer. Zo, en dan zijn we alweer op de Teeuwenshoek aangekomen. En Teeuwenshoek is ook zo'n rare naam, hè? Afgeleid van een persoon die hier een stukje grond heeft gehad. En die heette Matthäus. Matthäus wordt Teus. Celeste lettergreep. Teus wordt Teeuwis. Teeuwenshoek. Dat is een hukske van Matthäus. Was kon kan je dat hier, hè? Van waaien hier, ik hoop dat het allemaal goed gaat. De plaan is altijd bekend aan de rand van een hei, dus de heikant, als een verzamelplek waar vroeger, 500-600 jaar geleden praat ik nou over, het vee verzamelde. De schapen, koeien, alles wat dus het veld in moest, dat verzamelde hier. Hadden we drinkplaats natuurlijk en op de achtergrond een splitsing waar je dus de terp in komt en de hei op komt. En dat is niet voor niks dat deze allemaal zo bewaard is gebleven. Allemaal nog de sporen van de middeleeuwen. Ja, het is niet lastig in mijn oversteken. Kijk, ze lopen wordt mooi aan dezelfde kant. Kom eens hier. Kom. Kijk, hier zie je dus mooi het startpunt van onze route ommetje Venneshoek. En ik heb in mijn tas, als onze no-no-no even bestorm, een Sintje. Ik heb hier dus de Sprinter vers van de pers folder van het ommetje Venneshoek. En dan zie je dus dat hier exact de route opstaat. Plein Venneshoek Schootsehoef die we net gelopen hebben. Top gedaan. Braaf.
En ook al zit er al wat vuurwerksporen op, hier is de officiële start op de Schotse Stroot. Vanaf hier ging het dus naar het Twennesuksje, richting museum Doris van Oorschot. En van daaruit pikte de route weer op. De Robinia houten peul die gaan zeker 40 jaar mee zo in de grond. Het Twennesuksje wandelroute staat er mooi op. Dus kan niet mooier hier. Dus goed werk van onze NMC'ers die deze route helemaal aangeplant hebben, zeg maar, met het hout. Samengewerkt met alle instanties die hierop staan. Het zijn in totaal 11 instanties die aan die ommetjes hebben gewerkt. En er zijn er 4 van gerealiseerd op dit moment. Top, kom, daar gaan we. Aanleggen bij het dorp van Oorschot. Het schijnt dat hier binnen een interessante tentoonstelling is van de keg van de wereld is groter dan Schijndel. En daar heb ik een foldertje van. Dus daar moet ik eigenlijk even wel gaan kijken of dat wel allemaal klopt. Deze is toch wel altijd een magische plekje om hem hier in het atelier van Doris te maken. Kijk eens aan. Onze werkplek. Dit plekje zit een bakje koffie te vatten, is het eigenlijk niet. En wat denk je hiervan? Dat is toch eigenlijk wel mijn favoriet, hè? Het landschap met deurkijkje van Doris. Mooie hek. Kuusjes op de achtergrond. Schijnlandse bloempjes. Ja, wat wil er nog meer? Maar als je deze nou beleefd hebt met een ezel, dan, denk ik dat Doris ook wel gelagen zou hebben als je Mendo vanmiddag over de plein had zien lopen. Maar ik moet wel zeggen, het werkt wel therapeutisch hoor. Je wordt er wel heel rustig van. Om in dat tempo Schijnland te beleven. Ik wens jullie het allerbeste. Ik zie jullie in februari waarschijnlijk naar de carnaval. En dan gaan we weer iets heel anders doen. Houdoe. En tot ziens.